Welkom bij de eerste aflevering van het programma Passie. Vandaag zijn we in Muiden bij Henk de Ruiter. Henk, wij willen heel graag weten, wat is jouw passie? Nou, mijn passie is eigenlijk in één woord gezegd muziek. En dan muziek op het verzamelen eigenlijk van heel veel verschillende geluidsdragers. En dan moet je vooral denken aan grammofoonplaten. Dat vind ik eigenlijk de mooiste geluidsdrager die er is. Maar je moet ook denken aan cd's. Nou ja, je ziet al hier, als we hier achter ons kijken, zie je al een deel van mijn collectie. Maar ook cassettebandjes. Het is natuurlijk begonnen met de spoelen van de spoelenbandrecorder. Ik wil daar best straks van wat laten zien nog van straks. Heel graag. En dus eigenlijk muziek, daar komt het eigenlijk gewoon kort gezegd op neer. Ik verzamel dat, maar ik verzamel ook apparaten waarop je muziek kunt draaien. Dan moet je denken aan ouderwetse pick-ups, platenwisselaars, bandrecorders, cassettespelers. En ik maak ook zelf muziekprogramma's, onder andere voor Heemskerk FM. Misschien bekend zondagsmorgens, als ik een beetje reclame mag maken. Zondagmorgen een programma met Fred Kors samen, Ziezo Zondag. En ook voor bejaardenhuizen maken we muziekprogramma's. En ook krijg ik wel eens regelmatig verzoekjes van mensen die zeggen, ik zoek een bepaalde plaat voor een bepaalde gelegenheid. Zou je die voor me willen draaien? Dus ja, als je zegt, wat is je passie? Muziek. Ja, zo is dat dan gegroeid. Want dat zeg ik, hier zie je een deel. Maar als we straks verder het huis ingaan, dan wil ik ook best nog wat meer laten zien wat ik allemaal heb. Ja, want er is nog veel meer, hè? Ja, ik denk dat ik zo'n beetje, dan moet ik een beetje gokken hoor, maar toch wel een 5000 van dit soort langspeelplaten heb. 2.500-3.000 cd's. Meer dan 1000 cassettebandjes, nog heel veel 78 toerenplaten, honderden dozen met singeltjes, gewone geluidsbanden, eigenlijk te veel om op te noemen. Ik ben nu met pensioen en ik ben bezig om het allemaal te archiveren. Dat is met de platen en de cd's is dat al gelukt, maar de rest nog niet. Maar dat is het leuke van je hobby, je bent er altijd lekker mee bezig. Ja, precies. Nou, je maakt me heel erg nieuwsgierig. Zullen we een kijkje gaan nemen in de collectie? Ja, vind ik zelf ook leuk. Dan gaan we even naar boven. Oh, kijk eens aan. Nou, dat is behoorlijk wat. Ja, op een gegeven moment was natuurlijk beneden was de boel vol. Ja. En toen, toen moest je natuurlijk ergens anders de verzameling kwijt. En toen werd deze kamer van mijn zoon, die ging toen het huis uit. Toen heb ik deze kamer erbij genomen. Nou, hier zie je natuurlijk ook weer heel veel grammofoonplaten. Daar heb ik de afdeling klassieke muziek. Dat zijn dus uitsluitend klassieke cd's. En een deel van de verzameling oude apparaten, dat zie je hier staan, maar ook daar verderop heb ik nog wat meer. Hier kan ik ook, als je een stapje aan de kant doet, hier kan ik ook opnemen, muziek beluisteren, televisie nog eventueel erbij. Ik heb hier ook heel veel spulletjes die je nodig hebt. Moet je denken aan een oud element tot een wisselpen. Voor een wisselaar, een plaatsspeler die kan wisselen. Oh, kijk eens aan. Maar ook als er iets aan de hand is met naaltjes, dan heb ik dan ook heel veel verschillende soorten naaltjes nog in huis. Henk, even een praktisch vraagje. Stel, je hebt zin in een bepaalde plaat. Hoe vind je in godsnaam die plaat? Ja, nou, daar heb ik natuurlijk over nagedacht. Kijk, als je kan het hier aan de buitenkant ook al zien, de nummers. Elke plaat heeft een nummer. Als ik hier bijvoorbeeld even een plaat pak, Duitse slagers, het staat er op nummer 2113. Ja. Ik heb al deze nummers ingetikt in mijn computer. Dus als ik een bepaald liedje zoek, dan typ ik de titel van dat liedje in. En dan zegt mijn computer LP 2013 of CD nummer zoveel. Of nou net waar die op staat. Alles is direct te vinden. Ja. En daar heeft natuurlijk heel veel tijd is daarin gaan zitten. Maar dat lijkt me dat wel. Dat is dan weer je hobby. Ja. En Henk, is dit nou, zijn we er nu al? Of ga je me vertellen dat we zijn er nog niet. Oh. Wat de platen, ik heb ook nog apparaten, die kan ik ook nog wel van laten zien. Maar wat de platen betreft, is dit dan deel 2, zeg maar. Ja. En deel 3, dan moeten we weer eventjes naar een andere. Er is nog meer dus. Er is een deel 3, ja. Nou, laten we eens gaan kijken. Natuurlijk. Oké. Dan gaan we even naar deze kamer. Nou, hier zie je dus het derde gedeelte, Dennis. Met onder andere een deel van de kerst-cd's. Allemaal grammofoonplaten die ik dus nog in moet voeren, die ik dus nog moet intypen in mijn computer. Oh, die krijgen dus nog zo'n nummertje. Ja. Kijk, deze zijn nog ongenummerd. Kijk. Ja. Deze heb ik dan ook weer onlangs in Heemskerk bij iemand die deed zijn hele verzameling weg. Een paar honderd LP's.
Die heb ik dan gekregen en dan ga ik dus eerst kijken of ik ze al heb. Dat gebeurt ook heel vaak natuurlijk. Dan beluister ik de kwaliteit van de plaat, is die nog wel goed? Ja. En dan, ja, als hij dan echt goed is en ik heb hem nog niet, dan krijgt hij dus een nummer en dan voer ik hem dus in mijn systeem in. Nou, heb je ook nog een deel van de verzameling cassettebandjes. Ik heb ook heel veel oude radioprogramma's, ook van Heemskerk FM hoor, heb ik gearchiveerd. Niet alleen op cassette, maar ook op cd. Nou, wat oude apparatuur. Vroeger had je ook heel veel koffertjes met grammofoonplaten. Nou, de mensen een koffertje, daar deden ze hun collectie in. Oh, wat gaaf. Nou, van die koffertjes heb ik ook nog een, ik denk wel een stuk of 40, ook in de schuur staan. Moet ik ook allemaal nog even kijken van, nou, is het de moeite waard om dat te bewaren, om dat te archiveren. Weggooien doe ik bijna niets. Maar hier zie je dan ook nog weer een groot deel van de verzameling. Want ik zie ook nog wat apparatuur staan. Ja, want ik zei het al, ik verzamel ook oude apparatuur. Het leukste vind ik zelf, het meest waardevolle voor mij. Ik weet of je dat nu al even wilt zien. Dat was mijn eerste pick-up die ik als jochie kreeg van mijn ouders. Dat werkt ook allemaal nog. Ik kan wel even hem aanzetten. Dat moet dan even warm worden, hè, want het gaat op buizen. Dan pakken we even een plaatje erbij. Gewoon een lekkere ouderwetse single. Nou, dat was toen de tijd, kostte zo'n plaatje 3,60 gulden. Daar kon je echt als vakantiewerkertje een paar dagen voor werken, wil je dat verdiend hebben. Die zetten we dan eventjes erop, 45 toeren, aanzetten en dan moet je het gaan doen. Wat gaan we horen? Young Lovers van Paul en Paula. En zo zijn we terug in de jaren 50. Nou, wat gaaf. Ja, ja. Back to the 60s, terug naar vroeger. Dat doe je eigenlijk met dit soort spullen. Ik kan natuurlijk ook een USB-stick in mijn radio zetten en dan heb ik ook duizenden platen. In de auto heb ik ook een simpel USB-stickje. Maar of je nou zo'n muziek draait van je harde schijf, of dat je gewoon echt in je handen zo'n plaatje hebt, of zo'n boekje hebt met allerlei informatie, hè, en je leest dat en je ziet dat. Het heeft iets. Het heeft gewoon iets. Ja, ik vind het gewoon leuk om te zien. Leuk om naar te kijken. En, ja, mijn vrouw zou zeggen het is een ziekte. Want er is geen rommelmarkt waar ik niet even naartoe ga om te kijken of er wat te vinden valt. Ja, want ik vraag me eigenlijk af, met zoveel muziek, zoveel platen, cd's. Is er voor jou nou nog een plaat die ontbreekt, die je heel graag zou willen hebben? Nou, niet echt dat je zegt van, dit zou ik dan willen hebben, maar het gek is, je komt wel altijd toch weer nieuwe dingen tegen. Ik weet wel, er was in de jaren 50 was er een meisjeskoor van Lex Kassermeijer, dat heette Sweet 16. En van dat meisjeskoor zou ik wel een aantal Nederlandstalige nummers nog willen hebben. Nou, daar heb ik al een aantal van, maar als ik dat nog eens tegen zou komen, zou ik dat leuk vinden. En voor de rest vind ik ook erg leuk nog steeds, ja, de Nederlandstalige muziek uit de jaren 50, 60, 70. Maar ja, daar heb ik toch wel heel veel van, dan zeg ik het zelf hoor. Dat wordt echt wel. Vroeger kan ik me wel herinneren, als het Koninginnedag was, dan ging je de rommelmarkt langs en dan kwam je met tassen vol met platen thuis. Maar ja, nu omdat je al zoveel hebt, wordt dat toch langzaam maar zeker minder. Dat is logisch. En je wordt ook wat selectiever, want elke keer kom je weer thuis, zegt je vrouw van waar laten we het, waar laten we het. Dus je wordt ook wat kritischer in je aankopen. Kun je wat geschiedenis vertellen over de grammofoonplaat? Ja, dat zou ik wel kunnen. Ik kan je ook wel wat dingen laten zien. Ik kan natuurlijk niet zo heel ver terug in de tijd gaan, want het is allemaal begonnen met een wasrol, uitgevonden door Edison. Maar die wasrol was heel erg onhandig. Men ging toch op een gegeven moment over naar een platte schijf. En zo ontstond de grammofoonplaat. Ik heb hier een grammofoonplaat uit van voor de oorlog nog, tijd van de 78 toerenplaat. Zo'n plaat draaide met 78 rondjes rond. Was van Bakkeliet. Als je hem liet vallen, was hij aan gruzelementen. Okay. Kostte toen de tijd 1 gulden, maar dat was toen echt wel een behoorlijk bedrag. Nou, later gingen we dus over naar de onbreekbare 45 toerenplaat. Nou, die zie je hier ook al, hè. Daar hebben we net eentje gedraaid. En toen kon we dus ook veel meer muziek op één schijfje zetten. Want neem bijvoorbeeld deze 78 toerenplaat. Daar staan 2 liedjes op, aan elke kant 1. Maar even groot werd in de jaren 50 de 33 toeren langspeelplaat. Dat kan je ook zien. Is toevallig een met allemaal voetbalmuziek. Die is even groot
Alleen als je deze laat vallen, is hij een gruzelementen. En deze markeert niets als ik hem laat vallen. En hier staan makkelijk 8 liedjes op en hier maar 2. Dus dat was al een enorme vooruitgang. Nou, die 45 toerenplaat die we dus net gehoord hebben, daar kwamen ook steeds meer verschillende versies van. Ook EP's, dat je dus meerdere, langere speelduur had. Boekjes met informatie erover. Kinderplaatjes. Plaatjes om het een beetje gezellig te maken in verschillende kleuren. Deze bijvoorbeeld in het rood. Ondertussen ging de bandrecorder verder met zijn ontwikkeling. We hebben net al een band laten horen. Maar ook van banden werden bijvoorbeeld ook kant-en-klaarbanden gemaakt. Dat je dus zelf niets hoefde op te nemen, maar dat de opname al op de band stond. Daarna natuurlijk de uitvinding van de CD. We kennen hem allemaal wel. Er kwamen ook CD-minis. De single, dus dit singeltje, werd vervangen door een klein CD'tje. Nou, die heeft het niet lang volgehouden, want het was blijkbaar toch heel onpraktisch. Dus dat single-CD'tje, dat was al sneller was dat weer vertrokken. Maar ook daar weer leuke dingen van, reclameobjecten. Bijvoorbeeld hier reclame voor een spijkerbroek. En die maakte dan een cd'tje in de vorm van een spijkerbroek. Ah, die is wel heel leuk. En het gekke is, hij doet het ook nog natuurlijk. Ja, precies. Ja. Ik weet niet of het goed is voor je apparatuur, maar dat is een andere vraag. Maar ook de grammofoonplaat had zo'n leuke grap. Hè? Neem bijvoorbeeld een LP met kerstmuziek. Als je dan geen kerststalletje had, was dat geen enkel probleem, want je pakte de plaat, je zette hem neer en je had een complete kerststaller. Gaaf, ja. Ja, leuk bedacht, hè? En op de plaat natuurlijk de kerstmuziek. Of een LP met een compleet schilderij erop, staat ook gewoon de muziek op. Sweet as Candy, EP. Erg innovatief. Ja, ja. En ook heel veel reclamemateriaal kreeg je. Met plaatjes, bijvoorbeeld, als ik dat mag laten zien, kan je nu niet voorstellen, reclame over sigaren. Ook al aan de sigaar, en er zit hier zit een grammofoonplaatje. Ja. Dus je kan dat ding gewoon hier opleggen en dan kan je dat plaatje kan je spelen. Er waren wel meer van dat soort dingen hoor. Dus er is best wel wat grappigs te laten zien. Dan later weet je ongetwijfeld natuurlijk ook de uitvinding van de cassette, hè? Jaren 60. Heel handig. Ook de voorbespeelde cassette, waar mensen dus de muziek al op opgenomen vonden. Wat helaas niet gelukt is, en dat vond ik zelf heel jammer, dat is van Philips geweest de DCC, de digitale cassette, die dus dezelfde kwaliteit heeft als een CD, maar dus gewoon afgespeeld kan worden in de cassetterecorder. En half Nederland had een cassetterecorder. Maar helaas, dat is het niet geworden. En dat geldt eigenlijk ook voor de Music Disc, de MD, uitvinding van Sony. Dat is ook niet gelukt. MD's zijn er wel veel van verkocht, maar het is niet doorgebroken als geluidsdrager. Want dit is ook eigenlijk, ja, net als een CD of een LP. Dit is toevallig een Barbra Streisand nummer. Ook dat was voorbespeeld. Henk, we hebben ontzettend veel mogen zien. Ik heb nog wel een nieuwsgierige vraag. Wat vindt je vrouw hiervan? Had ik al verwacht, ja. Ja, wat vindt je vrouw hiervan? Nou, ik moet je eerlijk zeggen, mijn vrouw is ook een groot liefhebber van muziek. De hele dag staat hier de radio aan, of we draaien cd's, of bandjes, of platen. Dus wat dat betreft vindt mijn vrouw het een leuke hobby. Maar je kan je voorstellen natuurlijk, als ik weer eens naar een rommelmarkt ben geweest, of zo straks na Koningsdag weer thuis kom met een bak met van die LP's, dan schudt ze wel eens erover met het idee van, oh nee, weer zo'n bak, waar laten we het allemaal? Dus ja, wat vind je vrouw ervan? Leuk dat ik een hobby heb, leuk dat ik lekker bezig ben, maar af en toe wel van, oei, waar is het einde? Daar komt het eigenlijk op neer. Oké. Dankjewel dat we mee mochten kijken. Heel graag gedaan. Vond het ook leuk dat jullie er waren. Ja. Graag gedaan. En heb jij net als Henk ook een grote passie voor een verzameling of een hobby? Meld je dan aan op onderstaand e-mailadres. En wie weet komen we bij jou thuis filmen. Bedankt voor het kijken. We know that our